Manon van Splunter, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten. We zitten nu een aantal weken voor de Kamerverkiezingen. Wat zijn wat u betreft de belangrijkste punten waar een nieuw kabinet op zou moeten letten? Dat het vertrekpunt voor de zorg altijd de preventie is. Dat er aandacht is voor kwetsbare doelgroepen, zoals de ouderen of jeugd met lage 6. En specifiek voor de mondzorg gaat het experiment aan. U noemde preventie als eerste. Wat zou de mondhygiënisten daarin kunnen betekenen? Mondhygiënisten zijn hbo-opgeleide preventiespecialisten voor wat betreft de mondzorg. Wij zijn echt opgeleid om problemen te voorkomen. Dus door de mondhygiënist beter inzetbaar te maken en meer gebruik ervan te maken, voorkom je een hoop problemen, zodat curatie, dus het repareren en herstel, niet meer nodig is. Zo voorkom je als het ware de gang naar de tandarts. Ja, en nou is het belangrijk dat de tandarts er is, want als er wel iets aan de hand is, dan moet die zorgverlener er natuurlijk ook staan. Dus tandarts, mondhygiënist in samenwerking met elkaar. U noemde het daarna in het bijzonder de kwetsbare groepen. U had het over ouderen. Nou wordt er natuurlijk al heel veel over ouderenzorg nagedacht. Welke rol kan de mondhygiëniste daar spelen? Ik zie vooral een rol voor mondhygiënisten in de periode dat ouderen goed mobiel zijn, nog naar de praktijk komen, maar op een gegeven moment gaan afzwakken om ze in de praktijk te houden, om contact te houden, om te denken, hé, diegene komt niet meer, wat is hier aan de hand? Kan ik daar de persoon voor benaderen? Is er familie die ik ook, waar ik ook bekend mee ben in de praktijk? Hoe hou ik ze in de praktijk? Dus daar begint het eigenlijk al. Maar op het moment dat ze dan zorgafhankelijk worden en ook qua vervoer bijvoorbeeld van anderen afhankelijk zijn en niet meer in de mondzorgpraktijk komen, dan is het belangrijk dat wij als zorgverleners juist uit de praktijk gaan om die mensen die dan langer thuis moeten wonen op locatie wellicht te bedienen of na gaan denken over oplossingen om die ouderen alsnog naar de praktijk te krijgen. Laten we ervan uitgaan dat met dit beleid ouderen langer thuis wonen. Het moet niet zo zijn dat als ze uit beeld verdwijnen, thuis zijn, problemen gaan krijgen en eigenlijk pas weer opgepakt worden wanneer ze in een instelling gaan komen met een hele hoop achterstand en in, met name de groep thuiswonende ouderen, zorgafhankelijk, denk ik dat de mondhygiënist prima inzetbaar is. En juist die groep heeft behoefte aan preventie. Oké. Is dat ook de setting waarin u sprak over het experiment? Of is dat weer een andere... Nou, hij raakt hem absoluut. De minister is voornemend om de wet te wijzigen, waardoor de mondhygiënist zelfstandiger bevoegd wordt en eigenlijk de werkzaamheden die we op dit moment al verrichten makkelijker en beter naar de patiënt kunnen brengen of in ieder geval beter inzetbaar zijn. En dat is een experiment, daar wordt nu nog over gedebatteerd en gediscussieerd, maar ik roep graag Kamerleden op om dat experiment aan te gaan, zodat er een betere doelmatigheid en efficiëntie binnen de mondzorg komt en dat preventie meer op de kaart gezet wordt. Beter de taken verdelen. Ja. Ten behoeve van de zorg van de patiënten. Hebben we gelijk een hele andere invalshoek om het capaciteitsprobleem te benaderen. Prima dat er meer tandartsen opgeleid zouden moeten worden. Daar hoor je nu geluiden over. Ik denk dat dat belangrijk is, maar ik zou hem graag willen aanvullen door ook te kijken welke zorgverleners zijn er nog meer. We hebben de mondhygiënist en de tandprotheticus die prima inzetbaar zijn. En met elkaar zouden we dit probleem aan moeten pakken. Maar maak dan ook gebruik van elkaars expertise en kwaliteiten.